vriend gaat nu op vakantie. Hij komt zo nog even langs om nog een knuffel te brengen. Maar ik vind niet heel erg dat ik niet op vakantie kan. Want ik heb gewoon zin om te werken in de zaak. Maar ik ga hem wel super erg missen. Al is het maar een paar dagen. We gaan niet huilen, want we zijn op het werk. Hij is er nog even langs geweest. En nu gaan ze op vakantie. En ik niet. Maar maakt niet uit. Ik vind het werken super leuk. Maar ik ga hem gewoon heel erg missen als ik thuis kom. Het is natuurlijk vrijdag. Hij is er tot en met dinsdag. En misschien kom ik maandag of zondagavond al. Maar het is toch 3 dagen? Ja. Vroeger, ik hou echt van alleen zijn. Ik kan heel goed alleen zijn, maar hem mis ik altijd. En dat is alleen maar goed, toch? Maar ja. In ieder geval, het is weer wat drukker aan het worden. En ik denk dat het straks wel druk wordt, want het is vrijdag na werktijd. Ik denk dat het echt wel een druk weekend wordt. Dus dan is het ook leuk. Als het rustig is, dan denk je echt, ja, dan had ik ook wel op vakantie gewild natuurlijk. Nee, het is gezellig weer. De huidige status. Dit is hoe een drukke avond eruit ziet. Ja, dat vind ze leuk. Ja. Het ijs is nog leuker, hè? Kom je later hier werken? Bijna mag het. Nog heel even wachten. Ja, hi, ik heb veel te kort geslapen. Als ik alleen thuis ben, ga ik niet naar bed. Echt dom. Ik ben dus alleen thuis. En nu ga ik naar de camping. En heb ik ook even lekker 2 daagjes vakantie. Dus ik heb lekker geëpileerd, geschoren, mijn haar gewassen, rustig mijn tas ingepakt. Nou ja, hier de vaatwasser gedaan, de douche was overstroomd, dus handdoeken uitgehangen, wasjes gedraaid. Ik ga nog even het vuilnis weggooien, kattenbak verschoond, met de boezie gespeeld, geknuffeld, een beetje chill achtergelaten. Want dan kom ik morgenavond weer terug en dan blijven zij zeg maar daar en dan moet ik gewoon weer werken woensdag. Dan heb ik nu ook nog eventjes vakantie bij hun. Het is echt 20 minuutjes rijden. Ze zitten lekker dichtbij. Maar het is al 2:30. Ik ben vet laat. Dus ik ga nu mijn laatste spullen naar de auto tillen. Ik heb even koffie gezet, meegenomen. Dat ik daar lekker koffie heb. Ik heb alleen geen melk. Dus ik ga even beneden kijken of ik nog melk heb. Lekker kamperen. Ik ben benieuwd. We hebben best wel dure matrassen gehaald. Die heeft mijn vriend gehaald. Dus hopelijk slaapt dat lekker. Want ik ben niet echt goed te kamperen. Ik vind het wel heel erg leuk. Ik vind het echt super chill om wakker te worden in een tent en zo. Alleen ik slaap gewoon niet zo goed. Maar nu misschien wel, want dit zijn echt goede bedden. Ik vind het alleen niet echt camping oorbellen. Dus ik ga even die andere oorbellen doen. Nog even checken of ik alles goed heb achtergelaten. Volgens mij wel. De buurvrouw let dan even op de poes. Ik vind het wel gewoon zo zielig voor dat ze dan nu alleen is. Ze is sowieso natuurlijk zoveel alleen. En dan heb ik nu vrij. En dan ga ik weg. Maar ja. Oké, okay, en toen ben ik een uur in de Primark geweest. Ik reed er langs. Ik dacht, oh my god, ken je dat? Soms heb je het gewoon nodig om weer even zoiets te doen. Om weer even een beetje jezelf te voelen. Of weer eventjes het gevoel van dat je weekend hebt te krijgen of zo. Niet dat ik dat niet zou krijgen als ik op de camping was. Maar ik moest er gewoon heen. Uiteindelijk was ik er een uur. Ik heb €208 uitgegeven. Het kan allemaal niks schelen. Ik geef toch niks uit. Ik verdien ook niks. Maar ik heb toch bijna geen tijd om dingen uit te geven. Ik dacht, doe het gewoon lekker. Allemaal spullen gekocht. Er waren niet genoeg personeel om te passen. Dus ik ging gewoon in de winkel passen. Want ik heb jurk aan met een broekje eronder. Nu ben ik iets over 4 op de camping. Ja, je kan denken zonde. Zonde van de dag. Maar ik ben niet zonde. Want dit was ook leuk. Oh, wij hebben heerlijk gezwommen. Camping life. Kijk, onze tent. Hier lekker ontbijt. Ik heb espresso meegenomen van huis. En dan hebben we lekker... we hebben een lekker ontbijtje. Dat hebben we allemaal. We hebben een lekker broodje. En croissantje. En muffin chocola. Muffin chocola. Gemberkot. Kijk hoe chilling het hier is. Kijk dan, dit hebben we gewoon gisteren van huis meegenomen. Lekker espresso. Gewoon koude koffie. Toch chillings. We gaan vandaag een upgrade. We gaan lekker varen met een sloep. Super lekker weer. Kijk, al deze kinderen zijn nog lekker om te zijn. Dat is echt mega chill. We zijn in Leiden. Oh my god. Hier ook al zo lang heen met de boot. Lekker hoor hier. Kijk nou, chill. Precies dit wilde ik er al zo lang doen. Zo door Leiden varen met een boot. Leiden is zo leuk. Kijk, dit is dus echt gewoon vakantiegevoel. Dit wilde ik al zo lang doen, dus zo naar Leiden varen. Van je boot af. Je gewoon je boot hier zo neerleggen. En dan even wat eten lekker halen. Even naar wat winkels toe. We hebben echt super veel lekkere dingen gekocht. Deze. Hier, vangen. Chickie, schepnet. Hey, blauwe bessen, hoe kom jij daar nou aan? Heb je ook hier gekocht? Dacht ze bij jou ook dat je een toerist was?
Mij wel. Heel veel dingen gekocht. De Pit Bone Stop. Een sandwich salmon die al zeg maar kant-en-klaar was. En een vers belegde nog met salm. En dan is voor op de camping hebben we nog dit. Het wordt wel natuurlijk een beetje warm, maar voor jullie, hè? Salami en kaas. En brood. Zullen jullie wat te eten hebben nog morgen? Fruitsalade. Bavarois. En nog een fruitsalade. We hebben water en bananen. Dit hoesje. Met zo'n ding zit er gewoon in. Oela, la la la. We hebben echt heel lekker op het strand gelegen, gezwommen. Het was echt heerlijk. En toen daarna zo'n beetje zo weggedut op het strand, nog in de zon. En het voelt voor mij echt alsof het 8 uur is, omdat we best wel vroeg met de dag begonnen. Maar het is nog niet eens 6 uur of zo. En even lekker gedoucht. Niet maar gewassen, maar gewoon even mijn haar nat gemaakt. En dan nu gewoon even snel wat aantrekken. Het boeit echt allemaal niks wat je aan hebt. Zo lekker. En dan gaan we lekker wat eten. Oh, maar het is echt een heerlijke dag. Echt super chill. Kijk, dit is de tent. Super nice. Ik heb dus geen idee hoe dit staat, want we hebben hier geen spiegel. Het is een pyjama. Ik heb het gekocht bij de Primark. Ik vind het echt superleuk hier. Maar kan niet zien. Dit keer ga ik voor de mojito Sex on the Beach. Ha, ziet hij daar echt dik uit. Lekker uit eten. Je ziet die eens hier. Ja. En dat is maar. Collega. Echt ogen dicht, hè? Jij moet ook je ogen dicht. Hij is natuurlijk weer te dik. Wat vinden jullie? Echt zo'n vlogger. Ik zou die lekker. We gaan voor deze. Het is met echt zeg maar verse tonijnen die ze dan heel licht hebben gegrild. En voor olijf, want ik hoor dat die super lekker zijn. En 3 bitterballen. En dit. En daarna gaan we nog even kijken. Oh, niet lekker. Mm. Ja. Dank je. Lekker. Jammer. Jeetje, ik lijk wel verliefd op tiener, joh. Het was weer helemaal het begin van een relatie. Dat ik dat zo toen naar huis ga rijden. Dat ik bij heel weg geweest. 11 uur, ik rijd net weg. Weet je wel, ik zo in de auto weg, hij blijft daar. Echt, oh, het is echt zo'n herinnering aan vroeger. Ja, ik ben heel goed in alleen zijn. Ik kan me alleen heel goed vermaken en ik heb nooit echt iemand nodig om me te vermaken. Maar bij hem, oh, wat is dat eigenlijk irritant. Zeg, als je verliefd bent en van iemand houdt. Zo irritant dat je ineens zo graag bij iemand wil zijn. Super irritant. Oh, echt waar. Dan rijd ik weg en dan wil ik gewoon eigenlijk huilen. En ik wil niet weg, ik wil bij hem blijven, ik wil dat hij mee naar huis komt. Echt, oh, wat vervelend. Ik vind het altijd zo irritant als mensen zo zijn. Je moet lekker je eigen leven hebben, maar je weet, ik heb heel erg mijn eigen leven. Ik wil gewoon, als ik wakker word, dat hij er is. En als ik naar bed ga, dat hij er is. Dat wil ik gewoon. Ja. Nou, nu dan, het is nu dus dinsdagavond, morgen werken, dan ben ik weer alleen. En dan donderdag gaan zij weer weg van de camping. En dan komt hij thuis. En dan gaat hij. Dan zie ik hem dus donderdag. Dan werk ik tot 10. Dus dan slaapt hij waarschijnlijk als ik thuis kom. Want misschien ben ik dus om 12 uur thuis. En dan gaan vrijdagochtend ze weer weg naar de boot. Het is nog maar 12 minuten rijden naar huis. Super chill. Het is heel dicht bij huis te gaan. Dus ik kan er makkelijk heen. Maar oké. Ik weet niet. Dat doe je ook weer niet echt of zo. En dan. Dus vrijdag, zaterdag, zondag weer niet. En dan maandag ga ik dus net als nu dan weer naar hun toe, naar de boot. En dan daar ook een nachtje slapen. En dan dinsdagavond weer weg, net als nu. Maar we hebben ook net over gepraat met z'n tweetjes. Het leven is ook wel echt anders. Hij zegt, ja, nu jij werkt. We zien elkaar gewoon sowieso super weinig. Nou, oké. Dit is echt... ik heb iedereen al even weggeklikt inmiddels. Maar ik laat het er wel in, want ik wil gewoon delen wat ik denk en voel op dit moment in mijn leven. En dat is dit. En ik zeg het alleen maar goed. Omdat ik gewoon stapelgek ben op mijn vriend. Dus ja. Hey, jij belt me. Hi. Hier voor je. Oh ja, hij staat op nachtstand. Yes, ze zet het op de parkeerplaats. Op onze parkeerplaats. Oh, oké. Okay. Prima. Ja? Wat is het?
Het is een doos met vier en kaasjes erin en een bakje aalbessen van Loes. Oké, goed. Ik ga het zo ophalen en dan breng ik het naar je. Oh, dankjewel, Loek. Doei. 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 Ah. Ben je in de zaak, maar de macro wordt zo bezorgd. En we gaan over 3 kwartier open en ik moet nog heel veel doen. En Mel is ook gewoon bezig. Ik ben dus die doos met vegan kazen vergeten, die dus geleverd waren. Ik had ze klaargezet, dus ze moeten en koud staan. En ja, voor hetzelfde geld bestelt iemand het. En dan hebben we het niet. En ik kan er niet heen weer gaan rijden. Dus, mensen gebeld. En nu gaat mijn buurvrouw, die heeft ons sleutel, die gaat die doos dan pakken. En dan gaat mijn schoonvader het weer ophalen bij haar. En het is bizar warm. Niet normaal warm. Wow. Oké, time to cut veggies. Volgende keer moet ik er even voor zorgen dat ik ook een keer uitgerust ben na het weekend. Het was heel warm. En ik ben niet helemaal verbrand. Ik merk dat ik het daardoor ook heter heb. Eigenwijs. Helemaal vergeten dat ik ook de frituurpan vandaag ging verschonen. We hebben dus gelukkig bij de hoogvliet een punt hiervoor. Echt fijn. Waar je dus van je frituurvet kan inleveren. Het is best wel gedoe hoor, om zo'n pan schoon te maken. Good morning. Ik ga met Elise de menukaart wijzigen. Ik heb gisteren met Mel alle wijzigingen voor de tweede keer doorgenomen. En nu gaan we het echt wijzigen. Dus ik zal jullie even meenemen. Dan weten jullie ook een beetje wat er gaat veranderen. Doet het niet. Oh, audio. Hoor je mij? Ja. Ja, ik hoor jou. Hallo. Hi. Hoe gaan de zaken? Goed, nou, het is nu heel rustig omdat het vakantie is. Dat is wel jammer. Ja, dat is wel. Ik had gedacht dat het super druk zou zijn in de zomer, maar dat is het dus echt niet. Nee, iedereen gaat denk ik nu weg na corona. Denk ik, allemaal, we gaan weer. Had je het al gezien wat ik had gestuurd? Ja, ik had wel al wat dingen doorgenomen, maar ik heb nog niets aangepast. Ik dacht van, ja, het gelijk samen. Had je meer aanpassingen verwacht of minder of zo, evenveel? Ik wil niet echt iets verwachten, dus het is gewoon prima. Oké. Even kijken, ja. Dus deze gaat weg, deze pagina en deze pagina gaat weg. Nee, niet de voorkant. Ja, de brunchpagina. De voorkant is echt super mooi. Ik weet alleen niet hoe we het dan nu moeten doen, want dan hebben we dus twee kantjes en de voorkant. Ja, dat kan niet. Ja, of je moet dit, deze en deze aan de binnenkant en dat je dan de voorkant ook aan de achterkant doet. Dat er een achterkant komt. Ja, dan moet er een achterkant dus ook komen, want de voorkant is echt te mooi. Het staat echt heel chic. Het staat ook mooi bij de muur. Ja, het is echt heel leuk. Okay, maar ik vind het eigenlijk niet zo erg als er geen achterkant op elkaar zit hoor. Gewoon blanco? Voor nu even kan dat wel. Oké. Okay. Brood, toast en chips mag brood en toast worden. Want ik doe er niet altijd chips bij. Bij de Big Vegan. Oh ja, huisgemaakte dips veranderen naar dips. Die maak ik niet meer zelf, want daar is te weinig animo voor. En dan komt er dus iets nieuws bij. Ja. En dat is de Small. Die heet voor nu gewoon even de Small. We hadden even niks anders. Oké. En die mag dus onder de Big Mix. Wil je die dan na de Big? Of waar wil je die? Ja, gewoon helemaal onderaan de Big Mix, onder de Big Mix. Ik wil sowieso gewoon nu straks eerst even dit laten bezinken. Er even een weekje naar kijken. Gewoon op, als document, ja, zeg maar. Ja, nou ja, dat is ook een menukaart. Het wordt gewoon aangepast. Ja. Want je merkt gewoon wat gaat er lopen, wat gaat er niet lopen. Dat is geen probleem, dus laat maar gewoon al weten. Ja. Dan mogen de bovenste twee planken dus weg. De luxe borrelplankje en het normale borrelplankje. 1 persoon/2 personen mag weg. Want we gaan er gewoon 1 prijs van maken. Gewoon een 1 persoon. Oh, oké. Okay. Ja. Oké, okay, dus die sjoe gaat allemaal weg. Ja, alle uitleg ervan wel, ja. En bananenbrood ook, gebakje ook. Dus er komt alleen nog maar zoete plank en... Sue Bite 4,25. Happy, wat ben je aan het doen? Knoflookbellen. Hoe? Voor 35, ja. Met verschillende technieken. Oh, oeps. Heb je al een filmpje gezien op internet dat je... Oh jee. Hij staat erin doet en dat hij dan makkelijk losgaat. Dus ik vroeg even of ze het bij 4 complete bollen voor wil doen. En dit is dus heel interessant. Is dit een mandarijn? Nee, dat ziet er heel raar uit. Maar wil je het proeven? Ja, dag, mijn moeder. Wil je dit proeven? Ja, maar wat als we dus nu iets ontdekken dat het super lekker eigenlijk is? Nou, dat ga jij proeven dan. Maar is het is niet bevroren. Het was bevroren, ja. En dan gaat het doorzichtig worden.
Dat is ook met augurk en komkommer. Het wordt warm, hè? Dus hij zegt, gaan we niet zo met jullie bieden. Nee, 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 is van cola. Van cola, ja. Cola, dat leert dus. Ja? Doei jullie. Nou heeft een ijsflesje gekregen, maar we hebben geen plek voor een grote. Dus dit is het. Er kwam een stel langs, die kende ons niet en die vond het er leuk uitzien. Dus die vroegen of wij voor hun vrienden die 25 jaar getrouwd zijn, wat willen voorbereiden. Dus ze hebben een Porsche RM. Chisel niet? Weet niet meer. Nou, in ieder geval twee koptoestel. Ja. En dan een borrelplank en dan moeten wij dat klaarzetten. Dus even briefjes schrijven, dan worden ballonnen opgeblazen en dan gaan we het even leuk maken. Vind je leuk, hè, Jordan? Ja. Zo, wat deed je dan? Zie ik wel laatst ook dat het leuk is. Hoe kan je een Porsche al klaar hebben staan? Kijk, we hebben even bij Candy Break. Oh, we hebben iets gehad. Twee trouwringen. Ik vroeg niet zoveel, maar we hebben het echt super druk, jongens. Mojo. Ik ben ook elke ochtend inkopen aan het doen. Dus ik ben hier steeds wat later. Ik ben er nu echt laat. Het is kort voor één. Maar we waren hier gisteren tot super laat bezig. Alles al voorbereid. Het enige wat ik moet doen is niks. Per se nu, volgens mij. Dus gisteren moest ik inkopen doen bij bepaalde winkels en nu weer bij andere winkels. Vegan zalm en tonijn waren helemaal op. Dat is echt super hard gegaan. De vegan planken worden steeds populairder. Ik heb weer nieuwe gehad, maar ze hadden helaas niet zoveel. Maar ja, die moet ik echt speciaal ergens anders halen. Salmen, nou, boter gehaald, noten, groenten, keukenrollen, dat soort dingen. En we hebben twee hele drukke dagen gehad, dus ik ben echt benieuwd hoe druk het vandaag gaat worden. Hierna wordt het zeg maar bloedheet, maandag, dinsdag, woensdag ook wel echt die bijna 40 graden dagen. Dus gisteren heb ik trouwens het krijtbord opnieuw gedaan. Kijk. Ziet er echt al veel leuker uit, toch? Een beetje vol, maar wel leuk. We hebben gisteren al dit allemaal in mannetjes schoongemaakt, klaargezet. Het is toch zo gedweld, dus we zijn wel ready. En we doen steeds van die briefjes. Als mensen hebben gereserveerd. En dat gelijk ook? Ja, meen je. Nee. Ik ben echt bezweet vandaag. Toevallig op de dag dat we geen hulp hebben, kwamen deze twee ineens weer binnen. Oh, ze zitten weer lekker. Geen hulp, dus dat scheelt. Ja, vandaag heb je toch hulp. Nu wel. Ik ga nu van mama eindelijk weer ijs maken. Het is in de prullenbakje. Ja. Kijk, dan ga ik die planten zoeken. Ja. Laat, maar ik ben klaar om naar Zeeland te gaan, naar de boot, naar mijn vriend, schoonouders en zus en haar man. En ik heb echt een vet zomerse outfit aan, zonder BH. Het kan me allemaal niet schelen, het wordt bloedheet. Dus ik ga lekker nu al mijn spullen tillen. Ik heb twee shoppers. Een soort van slaaptas voor in de tent. Ik ga niet op de boot slapen, want dat haat ik, dus ik ga naar de tent. En dan een tas met kleding en zo. Twee. En dan heb ik nog mijn dekbed. Mega dekbed, die neem ik ook gewoon mee. En dit kussen die ik trouwens bij de Hoogvliet had gekocht. Zo schattig. Die neem ik ook mee. Oké, let's go. Heel lang geleden dat ik een broekje aan heb gehad. Ik vind het niet mooi meer met mijn benen. Maar ik doe het nu gewoon. Het is super heet. Dat heb ik bij Primark gekocht laatst. Heel raar broekje. Maar prima. Dit topje is van de Chiquel. Je ziet alles erheen. Ik heb geen BH aan. But I don't care. Let's go. Ik heb een bodybutter mee. Dus ik krijg het droge huid. Goodbye. Van de auto reed. Ik heb de hele uur met open ramen gereden. Even plassen en dan gaan we lekker varen. Meteen go. Lekker varen, varen, want het is bloedheet. Ja, ik ga eerst terug. We gaan lekker voor anker en dan gaan we zwemmen. Heb je nu al geprobeerd te flipperen met die dingen? Stil. Kijk, we hebben hier echt vier kwallen. Woe. En we hebben allemaal wijn van de zaak. Die oppoest.
Maar als je dus hier je net in het water doet, dan krijg je automatisch allemaal vallen erin. Kijk, ik zal het even wat dichterbij doen. Allemaal kwallen die niet gevaarlijk zijn. En als je een prikje voelt, dan zit er een kleine babygarnaal op je lichaam. Ja, bedankt voor het filmen. Oké. Okay. In een wereld zonder jou. Lekker gedoucht. En weer mijnzelfde kleren aan als net. Een beetje make-up vind ik leuk, want we gaan uit eten. We gaan mosselen eten. Iemand heeft nog nooit mosselen gegeten en dat wil ze graag. Dus dat is leuk. Ik kan je zomaar niet vergeten. Neem mij nu in je armen. Oh. Kijk hoe bruin ik nu al ben. Wat ik moet alleen leren dat ik niet mijn haar moet snijden voor ik naar zulke dingen toe ga. Want je haar wordt toch weer helemaal pluizig. Dit is trouwens zo lekker. Dit was dus mijn parfum al jarenlang. Maar blijkbaar zit er dus ook gewoon in een body mist. Bij de kruidvat. Ready. Toen ik nog een meisje was, jij een vreselijk patroon. Ik had mezelf het gezegd en mezelf het beloofd. Sloot een weg met verdriet. Maar ik zou het vergeten en lukt me weer niet. Want... deze tas heb ik trouwens bij TK Maxx gekocht een tijd geleden. Van Coach. Normaal heb ik altijd een rugzak. Deze heb ik heel lang gehad. Van de H&M. Ik hou echt van rugzakken. Maar ik dacht, ik ga er even een keer voor iets classies. Ready. Wij wachten al meer dan anderhalf uur op ons eten. Ik denk 2 uur, ja. Hier is al een sheet. Hier is een mosselband. Oh, niet aanzetten. Doe jij dat dan? Ja. Nee joh. Nee joh, nee joh, nee joh. Hallo. Hallo. Ik ben er aan gewend. Tent stond al klaar. Die heeft haar al klaargezet. Heerlijk. De rest staat lekker op de boot. En ik in de tent. Heerlijk. Hier is wat koeler. Het is zo heet dat we allemaal echt zo helemaal duf zijn. Maar kijk. Hier lig ik. Lekker. Good morning. We werden net gewekt. Ik moet even wakker worden. Wow. Het is warm. Vandaag wordt het 40 graden. Oh. Op zich wel lekker geslapen. Helemaal. Mijn hoofd moet helemaal wakker worden. Dus dat betekent waarschijnlijk dat ik wel lekker heb geslapen. Ik hoe mijn hoofd eruit ziet. Ik ga volgens mij ook niet eens douchen. Het ontbijt staat lekker klaar. We gaan lekker ontbijten en dan gaan we gewoon weer varen en zwemmen. Dus ik heb lekker mijn badjas mee. Dat is echt mijn ding. Zeg maar als ik ga kamperen of iets. Badjas mee. Dan voel je echt meteen vet chill. Kijk hoe schattig. Kom je met ons vandaag chillen? Oh. Haar wordt ook zo droog van dit hier. Ik ben het de hele dag aan het wassen. Ik heb heel weinig gevlogd, want ik ben helemaal moe door de warmte. Maar het is echt heerlijk hier. We hebben weer gezwommen, gevaren. Maar het is vandaag 40 graden of zo, 38 graden. En ik heb ook 2 keer geslapen op de boot, omdat ik zo duf was. En nu liggen we lekker te chillen in de schaduw bij de tent. We gaan lekker barbecuen. En ik denk dat ik rond een uurtje of 10 naar huis ga rijden of zo. En dan morgen weer werken. Rook, makkelijk. Gaat jullie kant op, hè? Rook, gaat jullie kant op. Oké, vlees. Vlees. Nou, ik zal beginnen met Heels buikje. Een speklapje. Wat wil je nog meer erop hebben? Kwart over 10, lekker bruin. En ik ga nu naar huis rijden. 1:04. Het lijkt nog best wel laat, maar het was zo leuk. Ik ben helemaal gelukkig. Ik vind het ook totaal niet erg dat ik morgen moet werken, want ik wist het. Ik vind mijn werk gewoon leuk. En dit soort dagen zijn echt goud waard. Geweldig. Het is bloedheet, maar ik heb echt heel erg genoten. Lekker beentje, jongens. Woehoe. Heerlijk. Geen airco, maar maakt niet uit. 10:00 PM. Het is gewoon lekker wind. Ik ben echt zo gelukkig. Ik voel me zo blij. I love life.
Ik ga een keer ontbijten. Ik heb wat bij Flink besteld. Want ik heb natuurlijk niks in huis. Ik moet zo werken, maar ik ga vaak niet ontbijten. En dat is echt slecht. Ik eet heel weinig op een dag, maar ik val er ook niet van af of zo. Het is gewoon niet goed. Ik heb deze met kokos en lekker dit. Ik heb ook brood en eierkoeken, maar ik heb lekker dit. En dan ga ik ijskoffie erbij maken. En dan heel lekker. Normaal doe ik eerst ijs en melk, maar ik had nu vast de koffie gezet omdat ik wachtte op Flink. Yummy. Lekker haar gewassen. Ik zei alleen wat ik aan doe qua onderkleding, want het is vandaag minder warm. Maar ik heb zeg maar, als ik dan zo 2 dagen helemaal half naakt erbij heb gelopen, dan plakt alles. Ik weet niet, dan voelt het gewoon lekker om weer een dagje lange broek aan te doen. Ik weet niet wat dat is, of iemand dat herkent. Maar dan ga je benen zo plakken en vind ik het lekker om weer een langere broek aan te hebben. Maar ik weet niet of het echt veel te heet gaat zijn. We'll see. This is me. Ik ben echt wel heel erg moe. Tuurlijk, het was echt geweldig, maar je slaapt gewoon echt weinig. Het is gewoon te kort om tot rust te komen. En het is bloedheet. Maar mijn oma komt dus vandaag, mijn moeder. Dat is wel echt heel leuk. Als ik dus in de zaak kom, is er een verrassing. Nou ja, een verrassing, soort van Alex. Dus de vriend van Mel, onze klusjesman, die ons echt met alles heeft geholpen. Die heeft dus, ik ging toch die cool opzetvitrine kopen, die echt een mega faal was. Omdat ik ook gewoon niet weer om hulp wilde vragen. Maar hij heeft dus toch geholpen. Dus ik heb 22 gastronoombakken van 1,60 of zo gekocht. Vrij kleine. Van die RVS bakken. En hij heeft dan met borrelplanken die we hadden liggen en dan nog ander materiaal. Heeft hij voor mij, voor ons, ja ik moet ermee werken. En een soort stellage gemaakt. Het is nog steeds niet gekoeld. Want dat is gewoon... bestaat niet eens echt eigenlijk, wat voor onze kleine oppervlakte. Maar dan heb ik dus al het eten in bakken liggen en dan kan ik die bakken in principe gewoon weer in de koelkast zetten tussendoor op rustige momenten. Of ik doe er gewoon niet te veel in en ik vul het aan met voorraad uit de koelkast, maar dan ligt alles in bakken. Gewoon 22 bakken en er is nog ruimte voor meer, nog een lege zeg maar. Dat ga ik dus zo zien en ik moet natuurlijk ook nog even kijken hoe het werkt en zo. Nog even wat boodschappen moet ik doen, ik moet kaas halen, vis halen, brood halen. Dus even chop chop chop. En ik moet nog mijn haar stylen, ik moet nog make-up doen. Doei. Ik ben ook perfect, joh. Wauw. Kijk hoeveel ruimte ik nog heb om te werken. Deze tekening had ik trouwens gekregen van een kind. Oh, oh, oh. Schattig. Oeh, het is warm hier. Is toch ideaal? Ik kan de deksels ook gemakkelijk even hier leggen als ik heel snel moet werken. Maar ze zijn lekker klein. Dus je hebt nooit veel te veel voorraad erin. Je doet er gewoon een beetje in. Nou... ik ben heel benieuwd. Zie je, en daarboven is nog meer ruimte. Echt heel erg, echt heel lief. Vandaag kwamen dus mijn oma en mijn moeder langs. Maar, er is nog iemand. Namelijk Daran. Kennen jullie hem nog? Superleuk. Daran zat dus... heb je nou 1 of 2 keer bij mij in de klas gezeten? 2 keer, toch? 3 keer. Oh, je groep 4? Oh ja, ja. De toekomstige ster van de Nederlandse rapkunst. En ze open oma wonen hier. Mag ik jullie filmen eigenlijk, open oma? Van achter of van voor? Ja. Okay. Ja. Dus als verrassing, wat is een vlog? Als verrassing kwamen ze hier ook gezellig eten. Met zijn zusje. Dus allemaal gezellige mensen hier op de woensdag. Ik heb een heerlijke werkdag gehad. Het is nu 7 uur en ik ben bijna thuis. Ik ga lekker eten. Sushi eten. En lekker nog wat brood met botertjes. Salade, allemaal lekkere dingetjes. Met dus mijn vriend en mijn schoonouders. Vet leuk. En het was uiteindelijk nog best wel een drukke dag in de zaak. Nou, niet druk, maar voor woensdag was het prima. Echt een 1/4 omzet van het weekend. Maar ik vind dat nog best veel voor zo'n woensdag. En mijn moeder en mijn oma waren er dus dat het echt geweldig was. En een jongen uit van mijn oude school, die bij mij in groep 4 zat, die gaat nu al naar groep 8. Daar heb ik dus toen heel vaak gesproken. Daran. En nog iemand uit mijn school waar ik dus een meer een paar maanden heb gewerkt. Vet leuk. Het was lekker weer. Het was net een beetje te heet, maar het was nog wel te doen. Ik heb wel echt veel te warme kleding aan. Dus ik ga lekker meteen het in de wasmachine gooien. Even snel koud afdouchen. Lekker wat zomers aantrekken. Lekker gezellig avondje hebben. Om nog even in een vakantieshirt te blijven. Dus dat is helemaal leuk. Lekker van die makies en zo bestellen. Als je met meer mensen bent, is dat echt ideaal. Good morning. Lekker regenachtige dag. Heerlijk. Gisteren heb ik echt een super lekkere avond gehad. En vanochtend een heerlijke ochtend. Lekker heel lang samen in bed gelegen. Zo chill. Het is nu zo regenachtig dat ik niet echt veel mensen verwacht. Dus ik zou tegen mij ook even naar de macro rijden. En dan opent zij gewoon vast. En dan kom ik zo snel mogelijk.
We hadden namelijk niet genoeg dingen nodig om bij ze te bestellen afgelopen woensdag. Want je moest voor 400 euro bestellen en we hadden niet zoveel nodig. Dus ik ga even wat dingen halen en ik heb nog... wat ik doe dus echt voor te moest lekker ontbijten. Dus ik had een eitje gegeten en wat fruit, maar ik heb deze ook nog. Ik vind het zo ontzettend chill. Je kan het natuurlijk ook gewoon zelf maken. Deze heb ik dan bij Flink besteld. Chia met kokosmelk en stukjes dadels. En dan doe ik er nog wat framboosjes op. En dan heerlijk in de regen rijden. I like it. Even een paar spullen. Ik ga nu ook met wegwerpbakjes werken. Omdat het zoveel tijd scheelt. En het is niet echt lelijk of zo. Het is gewoon een rond wit bakje in plaats van een iets mooier bakje. Maar het scheelt enorm. Want ik krijg natuurlijk altijd die bakjes met dips terug. Want het is heel veel werk om het allemaal af te wassen. Is dat? Kijk dan hoe yummy. Ik vind het echt mega lekker, vind ik het. Het is weer tijd voor een nieuw soeprecept. De zaak zit lekker helemaal vol. En we staan bijna aan het gaan bijna slijten. Ik ga lekker een soepje maken, de ruit is hier ook lekker. Komkommersoep met munt. Oh, hij is echt lekker. Hij is wel groen. Dat zie je niet echt, maar het is met komkommer, bosui, munt, bouillon, peper, zout, avocado en kokosmelk. En dan lekker koud. Nou, heerlijk. Leuk. Er komt zo'n heel raar iemand net binnen. Heel raar iemand. Met een doos van satelliet. Maar ik denk, wie loopt er nou zo raar? Met een man erachter. We zijn helemaal in de war. Zegt Edwin, ja, ik kom een gouden schommelstoel. Maar wat is dit? Een certificaat. Waarom een certificaat? Ja, omdat het een uniek nummer is. Nummer 1592. Van de stoel? Ja. Ik snap hier helemaal niks van. Ze is helemaal in de war. Riem van me af. Gaan we hem in elkaar zetten? Ja. Oh my god. Ik moet heel veel ruimte hebben, maar we maken wel ruimte. Die hoort gewoon niet. Oh mijn god. Gewoon niet in de zaad. Ik zei toch volgens mij... Ik geloof het ook eigenlijk van... niet hoor, ik weet het niet, maar... Wat zei je? Ik geloof je niet! Ja, dat is een mes! Ja, ik, ja, zeker. Nou, nou ja, mes. Ja. Een certificaat van de stoel. Ja. Moeten we dat hier dan zo ophangen? Nee, dat ziet best wel uit. Paar jezelf. Hè? Maar je snapt wel dat ik er wel in ga zitten en niet moet opstaan. Oh my god. En nu? Moeten we alles eruit halen? Ja, uitpakken. Oh, nee. Het is een uitzondering, hè? Dit het, doel. Ja, maar ja, waarom? Want normaal doe ik alleen de doos afleveren. Ik was vanmorgen in Rotterdam en zegt die man: ga je even in elkaar zetten voor me? Ik zei: nou, sorry, dat ga ik niet. Ik zeg, doe maar niemand in elkaar zetten, maar okay, soms moet je uitzondering maken. Maar is dit dat ding waar ik gezeten heb toen? Ja, weet ik niet waar ik gezeten heb, man. Dat ik zei: ja, ik wil graag verschonen, maar dit is wel echt goud. Ja. Oh my god! Ik denk dat we een eindje maken. Starbucks is echt overpriced, maar ik wilde iets drinken. Dit kost 6,05 euro, hè? Dit. Mango Dragon Fruit. Ik ga nog eventjes werken in de auto. En dan gaan we heerlijk naar de wellness. Meteen lekker. Naar de wellness. We zijn er, we zijn best wel laat. Door mij natuurlijk. Dus we gaan meteen de wellness in. Want over 3 uurtjes of zo gaan we avondeten. Dus we hebben lekker een badje, als slippers. En we waren hier volgens mij een jaartje geleden ook. Toen heb ik ook gevlogd. Maar we keken dit keer voor een ander wellnesshotel, maar dat is allemaal naakt en dat wil ik niet. En hier kan je lekker in badkleding. Dus, we gaan. Fancy. Wat was het ook weer? Ja, Sunrise. Ja. En dit is een Pornstar. Wel zelf gefaked, maar er is geen eiwitsel. Dat vind ik niet erg. We hebben hier zo handig gemarineerd een gin tonic. En een borrelplankje met... Oh, daar zit ook een bitterbal op. Lekker. Heel benieuwd hoe het smaakt. Niet lekker? Oh, die keek heel raar. Dit is in gin tonic rauw zo. Ik lijk al, maar dan ben ik ook kijk, ik heb een knutje. Apart. Ik vind het niet super lekker, maar ik proef wel die tonic ofzo. Wel apart.
maar het is heel licht. Het is echt heel leuk om weer een keer uit eten te zijn. We hebben echt allemaal verschillende dingen besteld. Ik kan geen artichok hartje meer eten zonder te lachen. Ik moet even in de vlog vertellen. We hadden een keer op thuisbezorgd iets besteld en dat heette dus een Mosaico dello Chef. Dat was super duur. Het klonk heel chic met buffel, mozzarella en artichok en gamba's. En toen kregen we dus artichok uit blik. Een potje olijven die nog dicht zat in een blikje. Met Friede Mer uit de vriezer. Het was echt het meest smerig op aarde. Oeh, deze zijn super lekker. Maar even de borrelplank review. Niks hiervan is zelf gemaakt. Dus we gaan naar 35. Hey. Dit is met homemade koffielikeur erin. En een echte espresso shot. En hier ben ik al heel lang benieuwd naar dus. Een amaretto sour. Dat is amaretto. Van deze Ronno met citroen en eiwit. We moeten even cocktails testen. En ze zijn dus overgestapt op kant-en-klare cocktails. Maar ze kunnen het ook nog zelf shaken. Dus daar zijn wij voor gegaan. Wow. Dit is zure bitterkoekjes. Heel apart. En deze schuimlaag is echt mega goed. Ja, dit is wel duidelijk met echte koffie. Maar het is wel zuurig. Een zure espresso. Ik ben zo kritisch, jongens. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Ik vind ze allebei niet mijn lievelingscocktails of zo. Maar wel lekker. Yummy, raviola van pangamma's met gamma's en eendenburgers. Op camera ziet alles er minder lekker uit. Hoe lekker is dit toetje? Ik hou dus niet echt van toetjes. Maar aardbeien met slagroom, echt lekker. Slagroom vanille ei en een strawberry daiquiri. Te chill. Time for breakfast. Beetje verrot. Dat we altijd, als we weggaan, lekker cocktails gaan drinken en heel laat naar bed gaan. Dus waar we ook zijn, zijn we altijd moe. Dus we hebben 6 uur geslapen. En elke keer denken we, laten we een keertje lekker uitgerust zijn. Maar dat is niet gelukt. We gaan nu lekker dit omruilen voor een bikini. En spullen bij de receptie dumpen. En lekker gaan. Maar helaas zijn er geen massages meer beschikbaar. Super jammer, dat had ik zoveel zin in. Helaas. Wel jammer, want hierna is het voorbij. Hierna moet Haag gewoon weer werken. En dan ja, nu hebben we natuurlijk 3 maandag en dinsdag gewoon een nachtje weg. Super chill, maar dat is hierna voorbij. Jammer hoor. Ik loop de laatste tijd trouwens gewoon echt lekker zo weer bij zo'n BH, korphoekje, I don't care. Helemaal heerlijk. Love it. Ik ben dus aan het terugkijken. Nee, even lekker. We kwamen er dus achter dat we op 2 dagen na... Oh, kokosmelk. Op 2 dagen na, vorig jaar, precies een jaar geleden ook hier waren. En nu zie ik terug dat ik best wel veel dezelfde dingen doe en zeg, zonder dat ik het is. Super grappig. Maar als je dus wat meer over Sana dan wil weten, waar we nu dus zitten, want ik heb nu veel minder gevlogd, dan moet je even de vlog kijken. 4 weken aan beeldmateriaal in 1 vlog. Sterretje, maandje, sterretje, zonnetje. Deze. En daar vertel ik heel veel. Mooie hoek dit. Sexy. I'm on the floor. Vette chillings. Deze tas had ik dus bij de Primark gekocht. Ik heb jullie nooit meer laten zien wat ik toen heb gekocht. Maar dat hadden jullie waarschijnlijk al verwacht. Die neem ik dan nu mee. En dan gaan hier de spullen naar de checkout. Ik heb haar lekker zo. Helemaal zin in. Zo'n triangeltopje. En let's go, mango. Good morning. Het loopt eigenlijk zo goed, de zaak. Dat ik niet kan vloggen, wat natuurlijk super goed nieuws is. Het is echt een succes. We hadden zelfs gisteren donderdag een mega drukke dag. Terwijl normaal woensdag donderdag echt niet zo druk is. Ik ga van zo'n ossenworstje. Oh nee, ik ga tegen mijn camera. Van zo'n ossenworstje naar zo'n ossenworst. Van 1 keer in de 2 weken naar 1 keer in de 2 dagen dingen moeten bijmaken en kopen. Het is natuurlijk fantastisch nieuws.
Maar ik kom echt nergens anders aan toe. Ik heb natuurlijk ook nog eens nu vakantie gehad. Dus daardoor heb ik wel leuk kunnen vloggen. Maar daardoor kom ik zeg maar al helemaal nergens aan toe. Zelf. Dus ik heb op zich ook wel zin in mijn vriend is gewoon weer aan het werk. Dus dat ik gewoon weer voor een normale maandag en dinsdag heb. En dus ook weer eventjes gewoon thuis ben en wat dingetjes thuis kunnen op één plek hebben. Dus naar de Primark kan of zo, dat soort dingen, weet je wel. Ik heb vanochtend bij Flink eten voor mezelf besteld, want ik wil echt gezond eten. Dus ik heb weer deze met mango. Maar ik moet als een gek nu boter gaan bijmaken, want we gaan over 35 minuten open. Ik heb lekker smoothie met avocado, mango, kokos. Ik heb een avocado, want we moeten echt dat niet eten is en niet gezond. En het is ook echt niet zo dat ik ervan afval, whatever. Het staat gewoon erg goed, dus ik moet gewoon gezond eten. Ik ga lekker bananen hier neerleggen. Gisteren hadden we dan zo'n diepvriespasta, had ik gekocht, want we hadden het eventjes rustig rond 6:00. Gingen we diepvriespasta eten, maar ik dacht, oh lekker deze wraps met avocado en kipfilet of zo. Heerlijk. Eierkoeken, ook niet heel gezond, maar wel prima. In ieder geval, ik haal onze producten op heel veel verschillende plekken. Ik heb wel, als je op ons rekeningafschrift kijkt, zie je denk ik wel 10 verschillende leveranciers voor eten, zeg maar. Supermarkten, winkels, whatever. Ik denk trouwens wel meer. Ik denk 12 of zo. 12 verschillende plekken. En iedere dag ga ik wel naar een plek, want iedere dag is er wel weer iets op. Maar ik vind het lekker dat ik dan niet alles op één dag hoef te doen. Maar dat ik juist, oké, op die dag, oh, ik ga nu even naar die winkel om iets bij te kopen. Oh, nu ga ik even daarheen om iets bij te kopen. Nu loop ik even naar het kaashuis. En oh, vandaag moet ik kruidenboter maken. En dan moet ik morgen weer zwarte knoflookboter maken. En overmorgen weer bloemenboter. Dat het een beetje wisselt en niet allemaal gelijk loopt. Dat vind ik dus super chill. Want ja, dan hoef je dus niet alles in één dag te doen. Ik heb even wat papier gekocht. Want we schrijven dus altijd, maak ik zo'n bordje. Met de naam van de persoon erop en zo. Dus dat wil ik er echt in houden. Voor als mensen reserveren. En Hola. Er is Mel. Wat? Ik was aan het vloggen. Voor het eerst deze week. Maar niet aan het vloggen. Dus nu boodschappen uitpakken. En dan ga ik die boter maken. Boter. Heb ik nou vandaag gevlogd? Of was het gisteren? Ik ben zo kapot. Ik kan letterlijk niet meer. Ik ben ook ongesteld geworden. Ik ben zeg maar echt maar 3 dagjes ongesteld, maar als ik er ben, echt heftig, dat ik voel het bij mezelf, oh god, maar je moet door. En dat is ergens ook weer fijn, want je hebt niet eens tijd om over die pijn te denken, maar jongens, ik ben zo moe. En het was zo gigantisch druk, we hadden zelfs mensen op een wachtlijst staan die we hebben gebeld, zodra er weer plek was. Het is echt geweldig. Het loopt zo ontzettend goed, wat natuurlijk gewoon fantastisch is. Het is nu bijna 12 uur. Ik ben zo'n diepvriesmaaltijd aan het bakken. Het is best wel oké. Die van de Aldi zijn echt heel chill. Dit is dan met linguine en garnalen en mais, kokosthais en boontjes. Super chill. Gewoon een halve zak. En hij is nog niet thuis, maar ik ga dit lekker eten. Ga ik lekker douchen, want ik ben helemaal bezweet. Ik ben zo moe. Het is wel even wennen, want eerst hadden we een beetje die opbouw in de week naar steeds drukker. En nu zitten we gewoon al 2 dagen vol. En we moeten nog 2 dagen. En ik vind het super leuk. Maar ik ben zo ontzettend kapot. En het ongesteld maakt het alleen maar erger. Alles ging onwijs hard. Dus ik moet. Zeg maar, ik maak altijd een beetje mijn kant schoon. Zeg maar alles rondom het eten. En meld uit de drank. En meestal ben ik nog langer. Ik ben meestal nog langer bezig met die kant opruimen. Dan gaat Mel vast alles. Of ik ben nog eten aan het maken alvast en zo. Dan is Mel alles een beetje aan het opruimen. Maar nu was het zoveel glazen. Dus ik heb nu dan even al die dingen gedaan. Dus dat is dan de tafels binnen schoonmaken. Maar ik heb even alles nu heel goed gedaan. Want ik dacht, ik ga morgenochtend wel eerder om het eten te maken. Ik ga het nu gewoon even allemaal schoonmaken. Terwijl ik juist moe was, maar ik had zin. Dus alles helemaal met glasspray. Helemaal netjes en wonderdoekjes schoon. De spiegel. Wc grondig schoongemaakt, overal stof, gewoon alles even goed gedaan. Dat je morgen daar komt dat alles al super schoon is. En moet ik morgen zwarte knoflookboter maken, kilo, bloemenboter, kilo, paprika dip. En nog even wat inkopen. Ja, elke dag inkopen, want ik wil gewoon verse producten hebben. Dus ik denk dat ik morgen om 11 uur er ben. Dus ik ga nu lekker eten, slapen. Ja, ik heb verder gewoon niks te vertellen, want dit is gewoon mijn leven. En ik vind het heel leuk. Ik vind het echt wel leuk. Alleen, het is gewoon heel pittig werk. Helemaal kapot. Geen tijd om te eten, geen tijd om te drinken. Geen tijd om te plassen. Het is echt zo. We hebben natuurlijk gewoon geen pauze. We moeten door. Als je pauze hebt, dan kan je even heel snel naar de winkel lopen om iets te halen wat op blijkt te zijn. Weet je wel, dat is serieus. Live. Het gaat van, ja, 1 tot 12. Nee, je bent gewoon van
12 uur tot 11 uur non-stop aan het werk. Horeca live, maar ik vind het heerlijk hoor. Ik vind het leuker dan op je werk zitten en denken, oké, wanneer is de dag nou voorbij? Druk, druk, druk. En wat het wel is, nu het zo goed loopt, ja, je moet gewoon je vrije dagen gaan gebruiken voor ook voor werk. Want ik kom niet toe aan laptop dingetjes of zeg maar het editen, maar ook niet dingen die op onze to-do-lijst zijn voor de zaak. Ik kom daar gewoon niet aan toe. Omdat het gewoon zo druk is. En zodra het wat rustiger is, ga ik eten bij maken of dat soort dingen, weet je wel. Dus ja, de zaak is gewoon eigenlijk echt een mega succes. Wat natuurlijk echt fantastisch is. En het klinkt misschien heel raar. Maar ja, ik had het wel verwacht. Anders zou ik nooit met dit idee zijn gekomen, weet je wel. En zou ik nooit het leven zo hebben omgegooid. Ik had verwacht dat we zo'n groot succes konden krijgen met de zaak. En ik geloof ook dat als het succes voorbij gaat, of als het ineens minder populair is, dat we dan weer iets bedenken waardoor het weer een succes is. Dus ja, dat is gewoon echt hoe ik in het leven sta. Zo ben ik gewoon maar heel optimistisch eigenlijk. En nooit echt spijt van dingen, want ik pak het toch eigenlijk wel vaak uit zoals ik het in mijn hoofd heb. En als het dus niet werkt, dan verzin je wel weer wat anders. Maar het gaat heel goed. Dus I'm going to eat and shower and sleep. Good morning. Ik heb besloten om gewoon wat eerder op te staan, al ben ik super moe. Zodat ik nog eventjes in het zonnetje kan zitten en nog eventjes een beetje thuis ben. Want dat is ook wel veel waard, net als slapen. Want nu ben ik zeg maar, ik kom thuis, nou ja, dan ga ik wel even een uurtje of zo nog wakker zijn en dan naar bed. Maar als ik opsta, ga ik gewoon opstaan, douchen. Meestal heb ik ontbijt mee en een ijskoffie mee, ik kleed me aan en ik maak me op in de zaak en ik ben weg, weet je wel. En dan heb je eigenlijk, dan leef je echt voor je werk en dan ben je ook minder chill daardoor. Dus nu heb ik even lekker een watermeloen gegeten en zonnetje. En nu weer een keer een warme koffie. Even in het zonnetje zitten. Zo, ik voel me weer iets fresher. Ik maak me eventjes nog op in de auto. Ik weet gewoon, zodra ik in de zaak ben, is er altijd zoveel te doen. En dan begin ik dus de dag zonder make-up. En ik vind dat toch gewoon minder representatief. Dat vind ik echt. Eén uur open en dan zitten er meteen mensen. En dan moet ik natuurlijk eten brengen. Dan vind ik het toch... Ik gebruik echt weinig make-up, maar het doet... Ik weet niet, het maakt zo'n onwijs groot verschil. Want wat ik dus doe is mijn wenkbrauwen. Ik doe 2 druppeltjes van die drops onder mijn ballen. Die veeg ik uit en dan doe ik wat... Ik ben echt overgestapt op cheap poeder. Ik had altijd die van Bobbi Brown. Gewoon over mijn gezicht, huppe hup. En dan 2 streepjes Essence Blush. Wimper krultang. Mascara. Mijn lievelingsmascara is er dus niet meer. Dus ik ben weer overgestapt op eentje van vroeger. En dan altijd waterproof. Want daardoor blijf je wimpers gewoon goed zitten. En zonder waterproof. Ik vind dat zo'n verschil. Ik snap dus niet dat mensen geen waterproof gebruiken. Tuurlijk, het gaat er heel moeilijk. Nou ja, heel moeilijk. Ik heb dan die Garnier oogmake-up remover. Ik heb het allemaal heel vaak laten zien hoor. Ik ga ervan uit dat ik niet echt nieuwe volgers heb. Maar die Garnier, die paarse. En ik veeg het er 's avonds zo af. Het is alleen als je dus aan je wimpers gaat pulken. Wat ik dus altijd deed, maar daar heb ik nu geen tijd meer voor. Wanneer ik dus aan mascara ga pulken, is aan het eind van de dag, als ik moe ben en ik zit op de bank tv te kijken, dan ga ik dus mijn mascara eraf pulken. En als je dat met zulke mascara doet, trek je dus wimpers eruit. Ik had het laatst dus wel toen ik thuis was. Heb ik er gewoon zo 10 wimpers uitgetrokken. Dat is echt heel slecht, maar ik moet dan die mascara eraf ofzo. Dan moet ik eigenlijk gewoon mijn cover afhouden, maar daar heb ik wel geen zin in. Nou, dan, zeg maar met normale mascara, trek je geen wimpers eruit, maar... Mijn wimpers zitten aan het eind van de dag gewoon nog goed. En als ik normale mascara gebruik, storten ze gewoon in hoor. Ik merk ook echt dat ik ouder word. Bijvoorbeeld bij mijn vader zie ik echt wel, als nu die ouders, dat de wimpers wat meer naar voren staan. Nou, ik heb dat ook echt nu al en ik ben nog niet eens 30. In mijn gezicht merk ik niet echt dat ik ouder word, behalve die pigmentvlekken. Maar dat schommelt ook, want die op mijn voorhoofd zijn veel minder erg. Het is nu alleen boven mijn lip en die, daar baal ik wel van. Die vind ik eigenlijk het storend, want daar lijkt het alsof ik een snor heb. Ik heb natuurlijk wel gewoon haartjes boven mijn lip, maar door dat donkere lijkt het echt alsof ik een snor heb. Dus dat vind ik super jammer. Maar de rest van het pigment is weer minder geworden, dus heel apart. Maar goed, dat was dus mijn verhaal. Verder heb ik dus niet echt heel erg last van ouder worden, vind ik. Nee, ja, ik zie het wel als ik video's terugkijk, zie ik wel dat ik er nu wat minder jong uitzie. Maar ik vind niet dat ik er oud uitzie. Mijn wallen worden niet erger ofzo. Toen ik juf was, had ik best wel erge wallen. Ik merkte wel gisteren dat ik naar mezelf keek, dat ik dacht, oh, nu ik dus zo moe ben door de horeca, zie ik die wallen weer terugkomen, weet je wel. Maar goed, oké, dat was het. Goodbye. Alright, ik heb lekker een kort broekje aan. Mel heeft eigenlijk altijd een kort broekje aan als het warm is.
En ik vond dat eigenlijk niet zo netjes in de horeca. Vooral, het is echt kort. Nou, dat broekje ook de hele tijd aan. Ik heb er ook een ringje om, anders zakt hij al. Ik bedoel, ik trek dit omhoog. Ik kan het zo omhoog trekken, je ziet alles zitten. Maar goed, het is gewoon echt te heet. Het is niet leuk. En ik sta natuurlijk de hele dag binnen in de keuken. Ik kom bijna niet buiten. Eigenlijk echt alleen als ik een plank breng. Of als er geen eten is, want dan ga ik ook bedienen. Maar eigenlijk is er de hele dag door eten, dus kom ik gewoon bijna niet buiten. Nou, je wordt helemaal gek hier binnen. Het is zo heet. Dus ik moet nu 2 boters maken. Eentje was ik al mee bezig. Dat is het belangrijkste. En dan niet dit. Ik was al begonnen met de bloemenboter. Maar hij is natuurlijk nu keihard, dus het duurt best wel lang voordat hij zacht is. Ik blijf nu dus nog wel bij dezelfde dips. Omdat ik gewoon denk van ja, we zijn net open. En ik hoef niet zo snel te veranderen van dips. En wat werkt wil ik eigenlijk ook niet te snel veranderen. Ik heb dus deze biologische zwarte knoflook. Heel veel gedoe, want het is echt heel slijmerig. Je hebt ook een zwarte knoflook. Die is wat meer jelly. Die is veel makkelijker om te pellen, maar die is veel moeilijker om te malen. Dus deze kan ik heel goed fijn malen, maar het is heel veel werk om het eruit te krijgen. Want als je hem pelt, zit het eigenlijk helemaal... Het is bijna een soort van heel... plakkerig en je kan niet zo het teentje eruit halen. Dus hier ben ik echt wel eventjes mee bezig. En voordat dit ontdooid is, of hoe noem je het, zacht is, duurt ook lang, want het zit in een RVS-bak. Dus, en het enige wat ik nog even ga doen is ontbijten, want voor je zeep begint de drukte en dan val je van je stokkie en ik ga mijn haar vast doen. Het is dus nog helemaal niet zo heel druk, het is echt erg, maar omdat het dus nu goed loopt en zo druk is, dan als het nog niet zo druk is, dan denk ik yes. Even rustig beginnen, maar je weet het niet. Het kan zomaar om 1 uur helemaal vol zitten hier, hoor. Maar bizar dat we nu al, dat we net open zijn, dat je nu al denkt, oh, ik hoop dat het eventjes wat rustiger is. Ja, ook logisch, want het is gewoon zo zwaar. Maar alleen maar goed. Banaan, altijd goed. Dit is het dan, het zwarte goud, jongens. Zo heet het niet, hoor, maar het is het echt. Het ziet er super goor uit, maar het is zo lekker. Weet je wat trouwens ook echt leuk is? De eetbare bloemen sinaasappelboter heb ik zelf bedacht. En er zit ook nog echt iets anders in dan bloemen en sinaasappel, wat hem zo bijzonder maakt. Waarvan ik gewoon zeker weet dat niemand dat heeft. Magic Lemonade is zelf bedacht. De zwarte knoflookboter is zelf bedacht. Paprika dip is zelf bedacht. En die aioli met truffel is ook zelf bedacht. Dat is natuurlijk minder bijzonder, maar wel de samenstelling ervan heb ik echt door experimenteren allemaal bedacht. Dat vind ik zo leuk, want dat betekent dat je echt een uniek iets hebt wat niemand anders heeft. En daar hou ik echt van. That's my thing. We hebben echt een hele aparte avond. Het is al vet laat en we zitten nog met allemaal mensen buiten. Er is een volger van mij. Er zijn super veel volgers trouwens langs geweest, maar dit is Jolie en ze is super leuk en ze woont heel dichtbij. Ze is met een groep vrienden aan de verjaardag vieren en ze is hier al de hele avond. We hebben net ook een lekker gezellig gekletst. Echt zo leuk. Helemaal gezellig. Maar nu ga ik echt even opruimen, want anders ligt komt er hier nog in je bed. Hey Boezie. Het regent vandaag. Ik heb veel te kort geslapen. Het was heel druk, heel gezellig. Volgens mij heb ik wel verteld dat er een volger van mij was, toch? Superleuk. Ik ben echt tot heel laat gebleven. Vandaag komt weer een volger. Zij was er zeg maar toen die ene dag dat Mel er niet was. Hey schatje. Oh. Hoi. Liefje. Ik heb even wat tijd voor haar gemaakt vanochtend. In plaats van meteen gaas weg te gaan, dus ik ben echt eerder opgestaan. Even rustig opgemaakt en ontbeten met haar naast me. Want Adi is een nachtje kamperen met familie. Ik kon natuurlijk niet mee helaas, maar het is live. Maar goed, die volger komt ook vandaag. Superleuk. Ze hebben vorige keer echt heel leuk geholpen en ook meegedacht met dingen en zo. Maar het regent vandaag, dus ik denk dat het niet heel druk wordt. Vind ik niet heel erg, want we hebben zo'n goede week gedraaid. Ik ben echt kapot. En nu ga ik nog even wat inkopen doen. Bijna weekend en ik heb er zoveel zin in om gewoon thuis te zijn 2 dagen. Helemaal zin. Ik heb zoveel zin om te editen ook. Echt. Nou, oké. Doei. Ik heb al verteld dat deze twee mensen kwamen. Ik weet niet meer. Kim en Lennart. Die waren hier dus. Volgens mij heb ik het net verteld in de vlog, maar ik weet het echt niet meer. Toen die tweede dag dat we open waren, dat Mel er niet was. Toen kwamen zij hier helemaal helpen. En nu zijn ze er dus ook. En ze hebben deze kruk meegenomen. En ze gaan dus nu met een labelprinter kijken voor tafelnummers. Want dan kunnen we dat hier opplakken. Dat is super chill. Want ik heb die tafelnummers echt niet in mijn hoofd. Chillen service. Ik ga een meloen, watermeloensoep maken. Kijk. Maar met de magmix.
Het is 4:15. Ik kwam thuis. Heel sliep al. Ik ging lekker weer zo'n opwarmmaaltijd doen. Een glaasje water en een wijntje. En een nieuwe serie kijken over een miniserie, hoe heet die nou? Over een vrouw die met een vliegtuig meereist met twee mannen en dan er eentje moet overleven. Gewoon lekker tot 1 uur 's nachts, toen ben ik lekker naast hem in bed gaan liggen. Dat heb ik dus. Ik word altijd heel vaak wakker, zeg maar. Meestal slaap ik, als ik goed slaap, slaap ik 6 uur door. En dan daarna word ik om het uur, 3 kwartier, soms 1,5 uur wakker. Nou, dat heb ik dus gedaan tot 11:30. Dat heb ik van 11:30 tot 4:30 in mijn bed op mijn telefoon van alles gedaan. Dus macro besteld, drank besteld, vega worst besteld. Insta post gedaan, dat soort dingetjes. Echt, dat je denkt, hoe doe je daar 4 uur over? Maar ja, serieus alleen maar daarmee bezig geweest. En nu pas uit bed. Heel snel naar zijn werk, maar morgen is hij thuis. Ik dacht, ik ga vandaag gewoon chillings doen. Maar het was niet helemaal chillings, want ik kan nog wel meer slaap gebruiken. Maar ik dacht, nu moet ik echt opstaan. Hij is over 1,5 uur alweer uit zijn werk. Dus mijn ritme is nu echt heel slecht. Ik heb er dit ontbijtje. Oh ja, daarom pakte ik mijn camera. Ik ga dus melk maken voor mijn koffie. Dus ik pak mijn melk. En ik zit helemaal te zoeken naar de datumstickers, omdat ik nu zo gewend ben. Ik sta alleen maar in de zaak in de keuken. Ik ben hier natuurlijk eigenlijk nooit. Dus ik wilde er een datumsticker op plakken van maandag. Super raar. En ook als ik een snijplank wil pakken, dan is het echt, waar ligt het ook alweer? Op de vaatwasser? Oh ja, dat is echt totaal anders. Dat voelt nu meer als mijn huis dan hier qua keuken. Dat is zo gek. Even koffie drinken. Ik wou vlog editen voor heel thuis komt, maar dat red ik echt niet. Als hij thuis komt, wil ik namelijk chillen met hem. Hi, ik heb gisteren nog geëdit en toen kwam Ra thuis en toen hebben we eigenlijk gebarbecued, serie gekeken. Ik ging om 12:00 slapen en het is nu 11:45 en ik kom net uit mijn bed. Ik zeg, ik ben al heel vaak wakker geworden tussendoor, maar mobiel niet, geen idee hoe laat het is. Dus ik heb 12:00 geslapen vannacht en nog steeds moe, dus moet je nagaan. Ik ben zo vermoeid, bizar. Dus zonde van mijn dag, maar ja, slapen is wel echt mijn nummer 1 prio hoor. Dus je kan lekker gaan chillen en zo, maar als je heel moe bent, heeft het gewoon geen zin. Dan heb je dan alleen maar weer een slechte week. Of nou ja, het was geen slechte week, maar dan uiteindelijk stort je in. Dus ik ben blij dat ik zo lang heb geslapen. Ik zit wel helemaal vast. En mijn vriend werkt dan nu tot 2:30, 3:00. En dan gaan we daarna denk ik nog even wat leuks doen. Dus ik ga nu snel editen. Ik heb er koffie, kokospudding. En dan heb ik eventjes 2 uurtjes knallen. Ik heb een massage geboekt, een duo massage bij Pakjira Original Thai Massage Voorburg. En dan voor €140 word je allebei een uur gemasseerd. €70 per persoon, best wel duur. Maar het is echt nodig. Ik zit zo vast. En dan krijg je eerst een 1/2 uur Thaise massage. En er staat dat ze zelfs op je rug kunnen gaan lopen met een soort van yoga oefeningen of zo. En dan een 1/2 uur een olie massage. Ik kan niet wachten, we zijn er over 1 minuutje. Super raar, er is niemand. Dit was echt bizar. Goed, het is niet normaal. Oké, het was dus echt fantastisch. Het leek wel magie. Ze gingen eerst gewoon, het was het duo-massage, maar ik kreeg precies hetzelfde. En mijn vrouw was geweldig, maar die van hem dus ook. Ze gingen gewoon op je staan en ik hoefde niet eens te zeggen wat mijn pijnpunten waren of wat dan ook, want ze wist alles. Mijn schouder is niet goed, daar wilde ik naar de dokter. Hij kraakt nog steeds, maar het doet geen pijn. Nou ja, zij voelde dat, ze deed echt de raarste dingen, het deed echt super veel pijn. Ik dacht steeds van, oh, zou ze dit ook nog doen? Nou, alles wat je hoopt, dat deze. Je werd ook nog omgedraaid, je hele benen, je werd gekraakt. Op het einde gingen ze zelfs je naar achter trekken, dat je helemaal op hun lag. En nou, de raarste houdingen, het was echt, en hete stenen, hete olie. Alles is gedaan. Ja, geen gezichtsmassage, heel even met een doekje. En je hoofd heel kort, maar verder is alles echt helemaal uitgebreid gedaan. Dus mega tip, ik wil hier echt elke maand naartoe. Want het is hier ook nog eens heel erg cute, met allemaal aparte winkeltjes en zo. Super leuk. En ik ben helemaal gaar. Hey, dit is echt zo oud bollig hier. Alles is zo dicht. Ik ga gewoon lekker met drankjes uit de supermarkt chillen. Het is heerlijk. Ik doe zelfs water. Chillings. My fave. Deze wil ik eigenlijk ook bij ons op de kaart. Scopino. Het is eigenlijk een toetje, maar ik drink hem nu lekker. We zitten hier. Superleuk. Heerlijke Italiaanse dingen. Lekker. Yummy. Ik was helemaal goed voorbereid. Nou ja, mijn haar is nog nat. Ik wil nog opmaken. Maar ik had mijn koffie al mee genomen. En zo zat ik perfect op tijd klaar te zitten. Ik heb mijn koffie vergeten. Zo jammer, mijn ijskoffie. En waarom doet die nou niet? Ik ga nu de menukaart veranderen met Elise. Nu echt, echt. We hebben al 1 keer al gezeten. Maar nu gaan we het echt doen. Hallo mevrouw. Wat vind je van onze menukaart? Vind je hem mooi? Nee. Mag jij ook in de vlog, Yvonne? Ja, natuurlijk. Oké. Zolang mijn onderbroek er niet op zit. Nee. Ja, dat is zo in staat.
Wat? Moet je niet zelfs eens? Nee, ik wou gewoon even jou filmen. En Mel die de tafel schoonmaakt op de achtergrond. Dus, maar nu heb je nog wel net even de oude kaart gezien, ja. Natuurlijk. Dat is leuk. Ja, en dan gaat straks, ik sta nog voor je aanpassen. Ja. Dan kan je hem naar de drukker sturen. Hey. Weet je wat je wil eten? Ja.